het outbreak management team waarschuwen voor een derde golf. En dat moeten we serieus nemen. En we moeten dus nu het uiterste doen om die derde golf zoveel mogelijk voor te blijven en zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd daarmee ook weer eerder perspectief te krijgen. En ik begrijp, heel Nederland zal vandaag kijken wat de maatregelen zijn. En dat gebeurt op het moment dat we ook allemaal coronamoe zijn. Ik ook. Tuurlijk. Na 10 maanden van beperkingen gaat het simpelweg onder je huid zitten. Dat is gewoon zo. Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar juist daarom is het belangrijk dat we niet alleen kijken naar de beperkingen van nu, maar ook hoe we, als we nu verstandige stappen zetten, ook weer eerder ruimte krijgen om weer dingen mogelijk te maken. Ook niet alleen kijken naar de maatregelen, maar vooral ook hoe wij gezamenlijk als samenleving in een optelsom van al onze gedragingen dat virus te honden kunnen krijgen. Want dat blijft natuurlijk het grootste risico dat we per maatregel gaan kijken. Wat betekent dat voor de een of voor de ander? En hoe kan ik me daar wel of niet toe verhouden? Veel belangrijker is die optelsom ervoor te zorgen dat we inderdaad gezamenlijk dat virus bestrijden. En dat is echt de boodschap die ik vandaag wil onderstrepen. Geen verdeeldheid meer. Wat het kabinet vandaag presenteert, gaat zonder meer nog één keer weer heel veel van mensen vragen. Maar het gaat ons dus ook veel opleveren. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Zeker. En natuurlijk kunnen en willen we zo'n ingrijpend besluit niet nemen zonder parlementaire steun. En daarom gaan we ook zo snel mogelijk met de Tweede Kamer over dit voornemen praten. En als er dan voldoende steun is, dan pas zullen wij een definitief besluit nemen. En daarbij hebben we natuurlijk ook verder gekeken. Want het advies wat we hebben gekregen van het OMT is buitengewoon helder. Doe nu het maximale om klaar te staan voor wat er zo dadelijk op ons afkomt. Vandaar dat we vandaag ook komen met een vliegverbod vanaf een aantal risicovolle bestemmingen. Met een aantal nieuwe verplichtingen voor mensen die naar ons land willen reizen. Yeah, en met een aanscherping voor begrafenissen en aanscherpingen voor thuisbezoek. Maar ik begin met de avondklok. Hoe gaat die er wat ons betreft concreet uitzien? Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. Er zijn een paar dagen nodig om dan alles formeel goed te regelen. En dan geldt die in heel Nederland tussen 8:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend. Dus tussen 20:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend. Dat is het voornemen. En dat betekent dat het in principe verboden is om tussen deze uren op straat te zijn, behalve als je onder een van de uitzonderingen valt. En deze maatregel geldt net als de andere maatregelen in de lockdown tot en met 9 februari. De avondklok geldt in principe voor iedereen en overal, voor jong en oud, in de steden en op het platteland. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar dan geldt wel het principe dat je een door jezelf ondertekende verklaring op zak hebt waarom je buiten bent. En als zo'n verklaring gefalsificeerd is, dan is dat natuurlijk een misdrijf. Een belangrijke uitzondering maken we voor het verlenen van dringende medische of andere hulp aan mens en dier, waaronder ook belangrijk mantelzorg. Een andere uitzondering geldt voor mensen die per se naar hun werk moeten. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, politieagenten of mensen die 's nachts aan de weg werken. Die mensen die dus voor hun werk op pad zijn, moeten dan ook een werkgeversverklaring bij zich hebben. Krantenverspreiders. En je mag in je eentje na 8:30 s'avonds de hond aangeleind uitlaten. Okay. De volledige regeling en de lijst met uitzonderingen en voorwaarden staat straks op rijksoverheid.nl. Een avondklok betekent dus ook dat de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels die nu nog soms tot 10 uur open zijn, niet allemaal, een beperkt aantal winkels is open tot 10 uur, dat die uiteraard dan ook eerder moeten sluiten. En daarom roep ik ook iedereen op om wat vaker 's ochtends de boodschap te doen, want dan is het een stuk rustiger in de winkels. Ja. Wat we met de avondklok willen bereiken is minder groepsvorming, minder reisverwegingen en vooral ook minder thuisbezoek. Minder contacten om daarmee besmettingen te voorkomen, want dat is en blijft de essentie.
We weten namelijk dat bezoek thuis een belangrijke bron van besmetting is. Daarom ook de aanpassing van het advies over bezoek thuis. Dat verandert namelijk van bezoek thuis van 2 personen terug naar 1 persoon. En die regel gaat onmiddellijk in. Dus ontvang thuis niet meer dan 1 bezoeker van 13 jaar of ouder. En ga ook zelf bij niet meer dan 1 ander huishouden op bezoek. Met ook hier als belangrijkste uitzondering mantelzorgers. Als het nodig is vaker dan 1 keer per dag of met meer mensen langs te gaan bij je bejaarde vader of moeder, bij de zieke of kwetsbare vriend of vriendin om mantelzorg te verlenen, dan kan dat wel. Ook volgen wij het OMT-advies om het aantal mensen op een begrafenis of crematie te beperken. Dat gaat van maximaal 100 naar maximaal 50 personen. Weer om het aantal contactmomenten te beperken. Ook hierover meer informatie op rijksoverheid.nl. En deze maatregel gaat in vanaf aanstaande maandag, dus vanaf 25 januari. Tot slot moeten we in dit stadium ook het maximale doen om te voorkomen dat we nieuwe coronagevallen en nieuwe virusvarianten importeren. Op dit moment moet iedereen die naar ons land reist een negatieve zogeheten PCR-test kunnen overleggen, die maximaal 72 uur oud is. Daar komt nu bij dat we alle reizigers uit alle landen gaan verplichten om vlak voor vertrek naar ons land ook een sneltest te doen, die uiteraard ook negatief moet zijn. Dus een dubbel slot op de deur. We werken daarnaast aan een quarantaineplicht van 10 dagen voor iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt. En als een test na 5 dagen uitwijst dat je niet besmet bent, dan kan deze termijn daarmee bekort worden. Daar moeten we de wet voor aanpassen en dat kost een paar weken. En daarom in de tussentijd komt er met ingang van aanstaande zaterdag een vliegverbod voor vluchten uit landen die het meeste risico opleveren. Dat zijn voor nu het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Dus een vliegverbod vanaf aanstaande zaterdag voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Ook hier een zeer beperkt aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vrachtvluchten, voor mensen die om medische redenen moeten reizen en zo nodig voor repatriëring van Nederlandse burgers, maar de uitzondering er was voor zakenreizigers, die vervalt. En ook een aantal andere uitzonderingen vervalt. Voor journalisten en topsporters blijft die bestaan. Tot zover het wat en het hoe. Nu meer over het waarom door Hugo de Jonge en ook over de weg vooruit. Dank u wel. Die extra maatregelen die nemen we niet voor niets. We zien nu dat het aantal mensen dat besmettelijk is langzaam maar zeker daalt. Maar tegelijkertijd is die groep veel groter dan we zouden moeten willen. We zien nu dat het aantal nieuwe besmettingen nog daalt, maar nog steeds veel te hoog is. En de druk op de ziekenhuizen en de IC's die blijft aanhoudend hoog. En datzelfde geldt voor het aantal verpleeghuizen met een besmette bewoner in huis. Maar ook die cijfers die dalen wel. En dan zou je zeggen, dalende cijfers, waarom dan toch zo stevig ingrijpen? En dat is omdat we ook zien dat die derde golf op ons afkomt. En dat zit zo. We weten dat er inmiddels een nieuwe, veel besmettelijker virusvariant uit Engeland is opgedoken. En de besmettingen die die klassieke coronavariant veroorzaakt, die nemen af. En die daling die zien we nu in de cijfers. En dat komt omdat van het totaal aantal besmettelijken die klassieke variant het grootste deel uitmaakt. En de R zit voor die variant net onder de 1. Maar van die nieuwe Britse variant zit die R hoger. Die zit al op 1,3. En die variant die krijgt dus steeds sneller, steeds meer voet op Hollandse bodem. Nu is hij goed voor 1 op de 10 besmettingen. En in februari is dat al de helft. En het OMT denkt dat die Britse variant het in maart of april volledig van de klassieke variant heeft overgenomen. En dat is slecht nieuws. Want ook al weten we dat we van de Britse variant niet zieker worden, we weten ook dat er wel veel meer mensen ziek van gaan worden. En de huidige maatregelen zijn vooralsnog niet genoeg om die nieuwe variant er ook onder te krijgen. We hebben het eerder gezien. Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei.
En zelfs als je denkt, het gaat vast sneller dan ik denk, gaat het toch nog sneller dan je denkt. En we zien aan Engeland en Ierland hoe dramatisch het uit de hand kan lopen. En het is aan ons om te zorgen dat die derde golf zo laag mogelijk blijft. En dat we het moment waarop die komt nog even voor ons uit weten te schuiven. Tijd winnen. Zodat we er klaar voor zijn als die komt. En willen we die derde golf aankunnen, dan moet onze uitgangspositie zo gunstig mogelijk zijn. Minder mensen besmet, minder bedden bezet. Het aantal besmettingen zo laag dat we het maximale effect mogen verwachten van het testen, traceren en isoleren. En als we vandaag voorkomen dat iemand besmet raakt, verhinderen we ook dat diegene morgen weer anderen besmet. Ja. En dat die anderen weer nieuwe mensen aansteken. En zo voorkomen we met iedere besmetting die nu niet plaatsvindt, uiteindelijk dus een veelvoud aan besmettingen. En het is ook daarom dat we nu die extra maatregelen nemen. Het OMT denkt op basis van lessen uit andere landen dat een avondklok het reproductiegetal met 8-13% naar beneden kan brengen. En dat zijn een behoorlijk aantal zieken die je dan kunt voorkomen. En hoe groot zou de spijt zijn als we nu afwachten en over een week of drie achterom kijken en zien dat we kostbare kansen hebben laten liggen. Dat we nog langer in een lockdown moeten blijven terwijl we zo graag willen dat onze kinderen weer gewoon naar school gaan. Terwijl we zo graag weer wat meer bewegingsvrijheid willen. En we weten, ja, deze boodschap is somber. Maar het perspectief is dat niet. Want de weg uit deze crisis is vaccinatie. Pas als we voldoende mensen gevaccineerd hebben, pas dan zijn we echt beschermd. Maar eerder al, als de meest kwetsbare mensen beschermd zijn, is er ruimte om weer meer mogelijk te maken. En wanneer precies en wat er dan weer mogelijk is, dat is nu nog niet goed te zeggen. En we weten ook dat het nog wel eventjes duurt. En daarom zijn we voorlopig nog afhankelijk van maatregelen en van testen, traceren en isoleren om zo ook weer dingen mogelijk te maken. En dat gaan we ook doen. We gaan nog intensiever testen om besmettingen op te sporen, grootschalig in een aantal gemeenten, gericht op nog meer doelgroepen, ook bij nog meer mensen zonder klachten. Meer mensen worden aan het bron- en contactonderzoek toegevoegd. Met intensiever testen gaan we ook de komende tijd onderzoeken of we toch weer al een beetje het leven kunnen gaan leven. Bijvoorbeeld door met intensiever testen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken en veilig werken te stimuleren. En met de zogeheten field labs gaan we vanaf half februari uitzoeken of en hoe een bezoek naar het theater of een voetbalstadion weer veilig kan. Maar testen helpt alleen als we ook binnen blijven bij het wachten op de uitslag of als de uitslag positief blijft. De meesten doen dat gelukkig ook, maar sommigen niet. En vanwege die Britse variant is dat nog riskanter dan het al was. En omdat we zien dat inkomende reizigers zich vaak niet aan de quarantaine houden, gaan we hen binnenkort registreren en via steekproeven controleren. En houden ze zich niet aan de quarantaine, dan krijgen ze een boete. En voor mensen met een positieve testuitslag, die ondanks het advies om thuis te blijven toch de deur uitgaan, willen we ook een quarantaineplicht op kunnen leggen. Het is nog even volhouden voordat iedereen gevaccineerd is. Maar we willen in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen vaccineren. Te beginnen met de meest kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgen. Want als zij beschermd zijn, worden er minder mensen ziek, overlijden er minder mensen, wordt de druk op de zorg lager en zijn er voor de rest van de samenleving minder maatregelen nodig. De snelheid waarmee de vaccins geleverd worden, die bepaalt de vaart waarmee we kunnen vaccineren. Alle vaccins die we nu hebben, die zitten of in een bovenarm of staan ingepland om ingeprikt te worden. De derde golf die onderstreept waarom we alles op alles zetten om zo snel mogelijk te gaan. En daarin maken we een aantal extra keuzes. De eerste is dat we de tweede prik van het vaccin BioNTech Pfizer in de zesde week in plaats van in de derde week willen zetten. En de tweede is dat we om die reden minder voorraad hoeven aan te houden voor die tweede prik. En het derde is dat we hebben geleerd om de verspilling verder omlaag te brengen en die willen dus tot een minimum beperken. Nou, het plannen van die tweede prik en het minder voorraad aanhouden, dat betekent een iets groter risico dat we gemaakte afspraken moeten uitstellen, als een levering tegenvalt bijvoorbeeld. Maar door deze keuzes nu te maken, kunnen we sneller meer mensen een eerste prik geven en dat is van belang om meer mensen zo snel mogelijk te beschermen. We hebben nu al meer dan 100.000 mensen gevaccineerd. En steeds meer mensen blijven ook bereid om zich te laten prikken. Op 6 januari is de vaccinatie begonnen van de eerste verpleeghuismedewerkers en van het ziekenhuispersoneel, dat op IC's en op de corona-afdelingen werkt.
En afgelopen maandag begon het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen en de instellingen voor gehandicaptenzorg. Morgen beginnen de huisartsen. En aanstaande maandag gaan zij de kwetsbare ouderen en de gehandicapten die wonen in de kleinschalige woonvormen inenten. En volgende week worden de zelfstandig wonende 90-plussers uitgenodigd die zelf of eventueel met begeleiding naar de GGD kunnen komen. En dan de week daarna, in de eerste week van februari, zijn dan de mensen ouder dan 85 bij de GGD aan de beurt. Ook die groep komt dus eerder dan gepland. Aan het begin van de lente hebben we de meest kwetsbare mensen in de instellingen en de medewerkers die voor hen zorgen, allemaal de kans gegeven om zich te laten inenten. En bijna alle 85-plussers kunnen dan beschermd zijn. En als we al die mensen beschermd hebben, dan zou dat natuurlijk een fantastisch begin van de lente zijn. Maar tot het zover is, moeten we deze donkere weken door. Weken met nog minder uit en nog meer thuis. En zeker voor jongeren die erop uit willen en voor mensen die al alleen zijn, is dat natuurlijk gewoon een zware dobber. Laten we die rustige avonden gebruiken om elkaar de hand toe te blijven steken. Een belletje, een kaartje, een klein gebaar, dat helpt allemaal om de stilte te doorbreken. En vraag je je af hoe je een ander kunt helpen? Kijk dan op de website eenkleingebaar.nu. Want iets dat voor jou misschien nauwelijks moeite kost, kan voor een ander een wereld van verschil betekenen. Ja, klopt. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS. Meneer Rutte, ja, dit is geen gemakkelijke boodschap. Er is ook veel bezwaar tegen zo'n avondklok met name. Ook in de Tweede Kamer, ook in de samenleving. Met welk argument denkt u hen te kunnen overtuigen? De volksgezondheid. De crisis waar we in zitten en die op dit moment ons eigenlijk op het punt brengt dat we in de lockdown zitten die natuurlijk al heel hevig is. Waarbij we door nu deze extra maatregelen te nemen en ervoor kunnen zorgen dat we beter voorbereid zijn op die Engelse variant die een veel hoger risico met zich meebrengt van besmetting. En daarmee ook een veel hoger risico met zich meebrengt van ziekenhuisopname en intensive care opname, dus de druk op de zorg. En tegelijkertijd door dit te doen, door nu wij in de lockdown zitten, een aantal extra maatregelen te nemen, dat je ook weer wat eerder perspectief kunt geven om weer eens heel voorzichtig iets te kunnen, als de cijfers dat mogelijk maken. Het is die combinatie waarom we dit doen. En laten we echt ons realiseren, de Engelse variant is letterlijk levensgevaarlijk. Weet u zeker, want het is een zware maatregel, weet u zeker dat het ook gaat helpen om inderdaad het aantal besmettingen fors terug te dringen? Weegt het op tegen de zwaarte? Ja, en wat ik in ieder geval zeker weet, is dat wij met z'n allen dit moeten doen. Dat altijd het risico is bij maatregelen dat er een kleine groep mensen is die gaat kijken, ja, geldt dat nou wel voor mij? En hoe zou ik eventueel daar niet aan hoeven te houden? En mijn oproep aan Nederland is, laten we wat het overgrote deel van Nederland ook doet, 60-80% van Nederland houdt zich aan de maatregel, laten we dat met z'n allen doen. En die avondklok gaat dan bij. Dat laat ook het public management team zien. Het risico is natuurlijk altijd dat je elke maatregel apart gaat zitten bekijken. Maar in alle Europese landen waar zo'n avondklok is, daar zie je de positieve resultaten. Daar hebben ze allemaal goed naar gekeken. Maar het is altijd de optelsom. Het is altijd de optelsom van alles wat je doet. U heeft gezegd bij de val van het kabinet, als het gaat om de bestrijding van de pandemie, dan treden wij missionair op. Waarom gaat u dan nu met de pet in de hand naar de Tweede Kamer om deze o zo noodzakelijke maatregel, zoals u zelf zegt, te kunnen afvaardigen? Dat zouden we ook doen als het kabinet niet was afgetreden afgelopen vrijdag. Omdat zo'n hevige maatregel, vinden wij, altijd een nauw overleg met het parlement moet worden genomen. Dus dat heeft op zich niks te maken met afgelopen vrijdag. Het is een voornemen van het kabinet. Bert Schappenhuis en ik hebben mandaat gekregen van de ministerraad, als het parlement ja zegt, om dan ook de juridische stappen te zetten die nodig zijn om een paar dagen na het Kamerdebat te laten ingaan. En wanneer zou dat dan zijn? Want het lijkt erop dat het Kamerdebat morgen zal zijn. Dan is het zaterdag of zondag. Zou het Kamerdebat vandaag zijn, dan hadden we vrijdagavond kunnen halen. We zijn even aan het uitzoeken of je met een Kamerdebat morgen de zaterdagavond kunt halen, of dat het zondagavond wordt, maar dat hoop ik morgen te weten. Nu is het ook erg ingewikkeld, omdat een hoop mensen nu al zeggen van ja, maar ik heb een uitzondering. Ik mag wel op straat. Hoe lastig is dat straks bij de handhaving? En is het dan de bedoeling om streng te handhaven? Of zegt u van nou, we moeten dat een beetje voorzichtig opbouwen? Nee, de bedoeling is echt om ook direct bij het start van de avondklok om ervoor te zorgen dat ook direct wordt gehandhaafd. Daar is ook goed contact over met de politie. Er is ook 95 euro
boete als je op straat bent, terwijl je niet op straat mag. En zou iemand rommelen met de formulieren, dan moet ik echt op wijzen dat dat fraude is. En dat ja. is een misdrijf en dat is natuurlijk een veel ernstiger vergrijp nog. Direct hard optreden dus? Nou, hard optreden, ervoor zorgen dat we met elkaar dit doen. En daar hoort ook bij dat de politie en anderen die daarvoor aangewezen zijn, daar ook aan bijdragen en helpen. Maar dat is niet hard optreden, dat is ervoor zorgen dat je met elkaar stimuleert, ook met de sterke arm der wet, om met z'n allen dit te doen. Omdat we te maken hebben met een ernstige bedreiging van onze volksgezondheid, maar ook met een kans nu, door een paar dingen extra te doen, iets eerder weer wat perspectief te hebben. Ja, er is natuurlijk een keerzijde. Een hoop mensen hebben het nu al moeilijk vanwege de lockdown. Absoluut. Ook psychisch. Snuiven. Ja. Zo'n avondklok kan met name gevoelens van eenzaamheid natuurlijk sterk versterken. Hoe gaat u daarmee om en wat is dan uw oproep? Hoe gaat het nou als zij opeens jeuk aan de neus heeft? Te realiseren dat er mensen zijn die het heel zwaar hebben. Ik denk dat langzamerhand heel Nederland het heel zwaar heeft. Maar binnen dat hele Nederland dat het heel zwaar heeft, zijn er natuurlijk mensen die het extra zwaar hebben. Ja, je studenten moest het weten. Die de studietijd anders zien verlopen. Jullie moesten het eens weten, jongens. Ouders met kleine kinderen die denken, ja, wanneer gaan ze eindelijk weer eens een keer naar die school toe? Mensen die echt eenzaam zijn of mensen ook met psychische problemen die daar extra gevoelig voor zijn. Dus er zijn mensen die binnen in Nederland, wat langzaam helemaal klaar is met dat virus en met de maatregelen, het nog eens een keer extra, daarbinnen nog eens een keer extra moeilijk hebben. En dan moeten we er voor elkaar zijn. Zeker weten. Kijk, wil je het virus bestrijden, dan zou je moeten zeggen, iedereen blijft thuis. Punt. Je ontvangt niemand meer, je komt de deur niet meer uit, je gaat niet meer naar kantoor. Dat is de meest effectieve bestrijding van het virus. Maar dat is wel heel dodelijk voor, nou niet letterlijk, maar voor je geestelijke gezondheid. Het betekent dat mensen het extra zwaar krijgen. Waar wij voor kiezen is binnen de lockdown die al zo hevig is op dit moment, daarbovenop deze maatregelen, die zijn heftig, echt noodzakelijk. Het OMT is daar volstrekt helder over. Die maken zich ook grote zorgen over dat Engelse virus. Maar die zien ook dat als je dit doet, dat je ook weer net even wat eerder perspectief kunt bieden. RTL aansluit het SBS en daarna ANP. Meneer Rutte, u heeft dit besluit eigenlijk pas vanochtend genomen in het kabinet. Was het besluit unaniem? Ja zeker. Dit was unaniem, ja. Dus niet gestemd. Nee. Bij D66 waren er nog wel wat aarzelingen. Heeft u dan ook de D66-fractie achter dit besluit gekregen? Laat ik er heel open over zijn. Er is de afgelopen dagen natuurlijk contact met alle fracties in, of bijna alle fracties in en buiten coalitie. Ik kan hier niet precies die stand melden wat ik denk dat daar gebeurt. Ik verwacht er ook dat fracties daar ook intern nog over zullen praten. Er is vanmiddag volgens mij ook nog een briefing voorzien door Jaap van Dissel van de RIVM. Die ook zal laten zien wat de inzichten zijn en de cijfers. Dus ik vermoed ook dat fracties er nog over vergaderen. En mijn oproep aan al die fracties is om te zien, ja, dit is een heel heftige maatregel, maar we zitten op dit moment op een cruciaal moment voor onze veiligheid, voor onze nationale volksgezondheid. En dat is dat we nu al te maken hebben met een heel groot aantal mensen wat besmet is, nog steeds 660, 670 mensen op de intensive care. Als nu dat Engelse virus gaat oplieren, is dat echt verkeerd. En tegelijkertijd, als je nu bereid bent, terwijl je toch al in een lockdown zit, dit extra te doen. En niet alleen dat je beter voorbereid op een verder toenemend Engels virus, maar ook daardoor weer iets meer perspectief kunt bieden. En daar wil ik iets bij zeggen, ook daar hebben we het vandaag over gehad, dat als er weer wat kan, absoluut het onderwijs prioriteit heeft. En dan binnen het onderwijs, het basisonderwijs. Maar natuurlijk daarna, wij komen ook binnenkort met een plan. Hoe ziet dan die afschaling eruit? Dan wil ik ook kijken hoe je andere sectoren weer wat ruimte kunt geven. Ja, want u bent dus niet bang dat u hier een enorm risico loopt door nu zo'n verstrekkende maatregel als de avondklok aan te kondigen. En dat die dan morgen wordt weggestemd in het parlement. U voelt zich zeker over die meerderheid? Ik weet nooit zeker of ik een meerderheid heb. Maar ik heb niet de luxe. Als minister-president en Hugo de Jonge als hoofd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verantwoordelijk voor de Nationale Volksgezondheid. Wij hebben niet de luxe om dingen 100% zeker te weten. Het enige wat wij kunnen doen is tegen Nederland en tegen de Tweede Kamer te zeggen, dit zijn de feiten, dit zijn de adviezen die we hebben. Onze absolute overtuiging is er, hoe zwaar deze maatregel ook is, geen alternatief, nog vanwege het Engelse virus, nog vanwege het feit dat we in een lockdown zitten, die anders nog weer eindeloos blijft duren. En op deze manier kun je ook weer wat eerder perspectief bieden. Ja. Meneer de Jonge, de experts, het OMT, hebben eigenlijk altijd gezegd, we kunnen niet het effect van losse maatregelen berekenen.
Ja, die staat, er, de avondklok, die staat er ook niet voor lulletje rozenwater bij hoor. Dat gaat zo 8-13% van het R-getal af. Dus dat scheelt 8-13% in het aantal besmettingen. Hoe weet u dat dan? Ik kijk naar het OMT-advies. Het OMT-advies zegt op basis van een viertal reviews, buitenlandse ervaringen eigenlijk, lessen die daar zijn geleerd, zou je kunnen zeggen, zou je mogen verwachten dat een stay-at-home order, zoals het in internationale onderzoek heet, dat dat kan leiden tot een aanvullende reductie van 38%. In die voorzichtigheid moet je het ook zeggen, want je weet het namelijk nooit zeker. En maatregelen zijn niet los verkrijgbaar in hun effect. Niet omdat er ook nog andere maatregelen worden genomen, dus het is altijd maar één maatregel uit de totale bundel. Maar ook omdat de compliance, het gedrag van mensen, verandert in de tijd, ook culturele verschillen kent. Dus het laat zich allemaal niet zo makkelijk vergelijken. En dat is ook, dat maakt besluitvorming wellicht moeilijker. Want je kunt niet zeggen, nou ja, als je deze maatregel uit de kast trekt, is dat het exacte effect op de R. Zo werkt het niet. Het is geen wiskunde in dat opzicht. En tegelijkertijd is het toch ook weer wel wiskunde. We weten namelijk wel dat als we het niet doen, en we hebben te maken met een R op die grote groep aan besmettelijken, van net onder de 1, en op een kleiner groepje binnen dat aantal besmettelijken, van 1,3. Dan weet je gewoon automatisch dat die kleinere groep steeds groter gaat worden. Het merendeel gaat worden eigenlijk al vanaf half februari van het totaal aantal besmettingen. En omdat we zien eigenlijk met de huidige maatregelen, met de huidige compliance al, is dat Britse virus eigenlijk dus kennelijk niet, daar is dat Britse virus kennelijk niet van onder de indruk, zullen we dus meer moeten doen om die besmetting af te remmen. En als we dat niet doen, dan kijken we gewoon tegen een derde golf aan, die zeker beter komt. Dus wat ons te doen staat, is het aantal besmettingen verlagen en die derde golf vertragen, zo lang als mogelijk voor ons uitduwen. En daarom nemen we deze maatregel. En als dat lukt, dan zullen we natuurlijk nooit weten of dit exact de maatregel was die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is het ingewikkelde altijd achteraf. Achteraf kun je wel zeggen, het was too little too late, maar achteraf kun je nooit zeggen, je hebt toen iets te veel gedaan, want we hadden het misschien ook wel zonder gekregen. Dat kun je achteraf nooit zeggen. Maar hoe dan ook is het een goed idee, want als we het aantal besmettingen weten te verlagen, hebben we ook weer eerder meer ruimte om toch ook weer de dingen te doen waar we zoveel zin in hebben. Dus het is een maatregel waarvan we het precieze effect misschien niet weten, maar die we nemen om het zekere voor het onzekere te nemen. We nemen die zeker uit voorzorg, maar op basis van alles wat er vanuit het buitenland wordt gerapporteerd, weten we wel degelijk dat stay-at-home orders dat die effect hebben. En dus ook zo'n avondklok, je mag daar echt effect van verwachten. En welk effect dan? Nou, het OMT zegt daarvan 8-13% op basis van datgene wat wordt gerapporteerd vanuit het buitenland. Een specifieke vraag nog over de uitzonderingen. Bezorgdiensten, gaan die ook onder de uitzonderingen vallen? Nee, dat betekent dus ook dat het afhalen van maaltijden, dat kan alleen nog tot 7:45. En het bezorgen ook? Ga ik voor uitzoeken. Even kijken hoor, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hij staat niet op een lijstje uitzonderingen, dus ik denk het niet, maar dat gaan we even uitzoeken. SBS. Even voor de duidelijkheid, wanneer gaat de avondklok in? Hangt van het Kamerdebat af, wanneer dat is. Dat is nu voorzien, begrijp ik vanmorgen. En daarna duurt het een paar dagen, omdat er dan een heel aantal formele juridische stappen moeten worden gezet door Fred Grappenhaus en mij. Zou het debat vandaag geweest zijn, aan de avondklok in vrijdagavond. Nu de Kamer heeft besloten het debat morgen te doen, wordt het zaterdag of zondag. En ik hoop morgen te weten of zaterdag haalbaar is. Juist. Tegelijkertijd is op rijksoverheid.nl te lezen dat het vrijdagavond ingaat. Uitgaande van een debat vandaag, maar dat is, zoals u weet, een half uur verschoven naar morgen. Dat staat er niet, dus dan hoop je maar dat iedereen dat goed begrijpt. Ja, sowieso gaat de avondklok alleen er komen als wij ook in de Kamer daar consent over hebben. Ook dat staat niet op rijksoverheid. Dan gaan we het allemaal toevoegen. Ja, het is toch, hè, boodschap aan alles en iedereen. Dus dan weten we eigenlijk morgen na het debat wanneer die echt in zou gaan. Dat is de democratie. Dingen. Dat is een grote maatregel. Ja, maar niet moeilijk zijn. Ja. Nou, voor hen gingen maatregelen gewoon in. Dat is toch logica, voor mij wel. En nu is het met de Kamerinstelling later. Oké, dat is een nieuwe manier. En ik ook. En hoe hoog wordt de boete als je toch wel... rustig aan, jongens. Dus niet aan die regels. 95 euro. Wow, dat is niet rustig aan. Ik had niet tegen jou, dat hoor. Oké, meneer Jongen. U zei over positief geteste mensen... om die quarantaineplicht op te gaan leggen. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, u weet dat we heel veel doen om quarantaine te ondersteunen. Dat is nodig, want voor heel veel mensen is het prima te doen. Sommige mensen vinden het moeilijk om zich eraan te houden aan de quarantaineplicht. Of weten dan niet wie de hond moet uitlaten of wie de boodschappen moet doen. En dus bieden we heel veel ondersteuning. Maar we willen ook als stok achter de deur die quarantaineplicht invoeren. En dat betekent dat we sowieso voor reizigers... de wet op dat punt willen veranderen. Dat betekent je registreren als je gaat reizen en zodra je in Nederland aankomt.
is die registratie is dus, wordt dus gebruikt om een steekproefsgewijze controle te doen. Als je dan niet bent op het adres waar je hoort te zijn, omdat je in quarantaine moet, wordt dat thuis geconstateerd en kan een boete worden gegeven. En datzelfde willen we ook doen voor mensen die een positieve testuitslag hebben gehad. Daarom is het allerbelangrijkste dat je ook daadwerkelijk in quarantaine gaat. Nou, daar hebben we twee mogelijkheden om dat te doen. De ene is dat als je een positieve testuitslag hebt gehad, dat die registratie aanleiding is om een steekproefsgewijze controle te doen. En als je dan niet thuis bent, dan krijg je een boete. De andere is dat die registratie aanleiding is om een steekproefsgewijze controle te doen. En als je dan niet thuis bent, wordt er door je burgemeester een beschikking opgelegd die dan vervolgens wordt gecheckt. En waarom hebben we dan nog die twee varianten die we nog moeten uitwerken? Omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat bij de ene variant, waarin dus een positieve testuitslag automatisch een quarantaineplicht betekent, dat een negatief effect zou kunnen hebben op de testbereidheid. Dat moet je wel zeker weten. Die andere heeft weer als ingewikkeldheid dat je twee keer langs moet om te controleren. En dat is weer ingewikkeld in de handhaving. Dus we zijn nog in de uitwerking bezig. Maar één van die twee gaat het worden. Maar dat komt dus ook, als het er komt, ook op het bordje van de politie te liggen. Nou, dat kan ook anders met andere gemeentelijke handhavers. Maar inderdaad, dat zal wel gehandhaafd moeten worden. Het hoeft dus niet via de politie. Nee. Oké. Okay. Belangrijk, hè? De vraag over het bezorgen, heb ik even aangekeken, Niels. Dat kan doorgaan. Dat valt onder werk, dus dat kan doorgaan na half negen. Enorme opluchting zie je. Ja, ook bij mijn persoon. ANP, aansluitend BNR en dan AD. En we, iedereen krijgt de beurt. Ik hoef geen beurt. Dan zijn we de bezorging. Dat betekent dus inderdaad dat alle horeca die allemaal tijden maken, dat die dus ook allemaal uitgezonden is. Ja, dus werk, dan moet je dus ook een verklaring van je werkgever hebben dat het echt noodzakelijk is. Dat je op dat soort tijdstippen werkt. Nou, in de horeca is dat zo. Wat betreft afhaal, dat stopt om 7:15, net zoals de detailhandel ook om 7:15 dicht moet. Maar bezorgd blijft dus nog. Ja. Over werken dan even. De afgelopen week ging het natuurlijk elke keer gehamerd op het belang van thuiswerken. Daar, op de werkvloer vinden nog steeds veel besmettingen plaats. Gaat u nog meer doen om dat te bevorderen, behalve dan de zoveelste dringende oproep? Daarover zijn we in gesprek met werkgevers, ook om ervoor te zorgen dat zij daar nog meer aan doen. Waarbij we ook gezamenlijk werken aan campagnes ondersteunend daaraan, om de aandacht niet te laten verslappen. Indien nodig, dat moet ik echt op wijzen, kan een kantoor ook worden gesloten als sprake is van een cluster van besmettingen. Dus dat is belangrijk. En ook de inspectie SZW staat klaar om, als dat nodig is, wanneer bij noodzakelijk werk dat niet thuis kan worden gedaan, de coronamaatregelen niet worden nageleefd, om dat soort gevallen in te grijpen. Ja, maar u zegt, tot zover hier op NPO 1 althans, de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen. Vervolg van deze persconferentie kunt u zien via nos.nl, themakanaal NPO Nieuws of NPO Start. Dan nog even terug naar verslaggever Xander van der Wulp in Den Haag. Ja, Xander, wat zijn de opvallendste dingen die je... Nou, sorry meneer Rutte, dat ik dat filmpje op mijn kanaal plaatste van Rutte zit niet zo te kutten remix. Ik had remix 1 en remix 2, maar dat is eigenlijk mijn stijl niet. Maar ja, het was een beetje goedkoop scoren hierbij mijn excuus. Wat ik tegen iedereen wil zeggen, dat Rutte echt zijn best doet en dat iedereen hem niet af moet katten. Die man doet zijn best en dat vind ik al vanaf het begin. En ik ben het niet mee eens met de verdeeldheid die er allemaal gezaaid wordt, doordat mensen flink tegen Rutte ingaan. Ik heb het gewoon voor de lol gedaan op mijn kanaal. Sommige mensen zien het als serieus. In de première zie je ook dat iemand zegt, Rutte is een schatje. Dat is toch wat ik ook vind. Ik heb ook gezegd, vind ik ook wel zo in die première. Maar, dus geen misverstanden. Maar stel, iemand begrijpt dat verkeerd. Mijn excuses aan Rutte bij deze. Ik denk dat Rutte dat wel begrijpt, dat dat niet mijn stijl is. Meneer Rutte, sorry. Wat kan ik er nog meer? Dit is niet mijn stijl. En ik had eigenlijk al een beetje spijt toen ik die twee remixen erop heb gezet. Maar ach, laat nu maar staan. Het is wel grappig. En ik denk dat meneer Rutte er zelf ook wel om kan lachen. Want hij is wel sportief. Maar die verdeeldheid,
die haat alles tegen Rutte wat de mensen doen. Heb ik nooit begrepen. Mensen, dat zorgt voor verdeeldheid. Ik heb gezegd op mijn Twitter dat meneer Rutte misschien een tussenstation moet nemen voor mensen met een ander level. Ik zeg niet een minder level, maar dat klinkt beledigend, maar ook netjes met een ander level. Een minder level zeg ik niet, want dan is het net alsof je of die mensen niks uit. Nee, er zijn mensen op een bepaald level dat ze niet doorhebben dat avondklok. dat de mensen niet doorhebben dat we eerst één team moeten vormen. En dat hebben sommige mensen niet door. En die verdeeldheid moet er eerst uit. En dan, kijk, dat vergeet Rutte. Voor die mensen zou je een tussenstation moeten maken. Van dat de mensen allemaal duidelijk, alle mensen moeten even duidelijk krijgen dat we geen verdeeldheid moeten hebben. En dan kunnen we met z'n allen vanzelf één team vormen tegen corona. Maar dat tussenstation, daar heb ik hem op willen wijzen op mijn Twitter. Maar ja, die man heeft het zo druk. Die gaat mijn Twitter niet lezen. En nou ja, bij deze. Dit was de persconferentie. En, wacht even, ik val terug op de stoel. Wordt een beetje onlenig. Ik had die maatregelen even in beeld als toetje. Nou ja, een toetje. En, nou, dit waren 36 minuten. Wow. Ik ga tot 37 minuten, vind ik een mooi getal. Want 7 is een heilig getal. En oké. Hij zit nu op 36,17. Tijd voor Max. Oké. Max en Specs Band. Don't come, stout and don't tell truth. Don't tell truth, either truth. Don't come, stout and don't tell truth. Don't tell truth, either truth. Sorry, ik kan niet zingen. Ik weet het. Oké, dit was een filmpje van kanaal youtube.com/pina met 3 a's en een h. En vergeet ook niet te kijken op youtube.com/erwina7. En Erwina schrijf je Erwin met een a erachter. En Pina schrijf je met 3 a's en een h. En kijk ook voor de leuten om even te lachen op. Om ook even te lachen op erwina.nl. Dit was serieus bedoeld, dit filmpje. Behalve het zingen natuurlijk aan het eind. En dank u voor het kijken naar mijn filmpje. Deze had wat serieuzer ondertoon dan de rest. En zie ook omschrijving, clip en erwina.nl. Dank u wel.